Lekker een eigen vlucht, dus lekker geslapen onderweg. En gelukkig is het ook niet zo lang vliegen, dus helemaal niks te klagen over de reis. Lastige wedstrijd, maar ook een onwijs mooie uitdaging. Een goed team met die net een beker heeft gewonnen. Dus dat is ook nog eens, of in ieder geval net van Shakhtar in de beker heeft gewonnen. Dus ja, het wordt een mooie klus, een hels karwei, maar we zijn er klaar voor, denk ik. Nou, ik denk dat we iets heel moois hebben neergezet afgelopen seizoen. Een heel bijzonder seizoen met onwijs veel mooie wedstrijden. Alleen dat het doodzonde is dat we dat niet hebben kunnen afmaken. Omdat we als team erin geloofden dat het misschien heel mooi had kunnen eindigen. Maar goed, dat is gebeurd en die knop hebben we moeten omzetten. Dus ook weer een lange periode tussen geweest naar het nieuwe seizoen. Dus iedereen is weer fris en klaar om te beginnen. Ja, en de afgelopen wedstrijd in de Champions League is daar voor ons een mooi voorbeeld van. Dat ondanks dat het een hele lastige wedstrijd was. Een wedstrijd die we weliswaar net aan hebben begonnen, omdat we in de laatste minuten tot gelijke hoogte kwamen. Wel een enorme positieve boost heeft gegeven richting het nieuwe seizoen. Maar we hebben ze goed geanalyseerd en we weten dat ze onwijs gevaarlijke spelers hebben voorin. Een aantal creatieve spelers, een aantal snelle spelers. Dus daar moeten we erg voor waken. Verder weten we ook dat ze enorm gedisciplineerd zijn. Dus we kunnen aan de bak.